ziet er zo mooi uit. Best oké. Heb je last van hooikoorts? Nee, ik huil altijd op een bruiloft. Strikt genomen huil ik altijd als ik een jurk aan moet. Gaat u zitten. Lieve mensen, ik ben blij dat ik hier vandaag ben uitgenodigd om twee mensen te verbinden. Mensen verbinden? Wat voor zieke spelletjes spelen ze op deze plek? Judy, het is een metaforische verbinding. Hij verbindt ze in het huwelijk omdat ze de perfecte mensen voor elkaar zijn. Kan dat dan niet gewoon op een gezelligere plek? Ze hebben wel geld voor een orgel, maar ons op een lekker kussentje laten zitten is er niet bij. Waar zit je nu over te klagen? Je bibs is gemaakt van titanium. Judy heeft gelijk. Die stoelen zijn hard voor je bibs. En die van mij is gemaakt van gewoon mals vlees. Ernie, gedraag je eens. Dit is een kerk. Hoewel het waar is, ik voel mijn rechterbil niet eens. Je moet niet lichtvaardig in het huwelijk treden. Maar beseffen dat deze belofte voor eeuwig is. Weet je wat pas voor eeuwig lijkt? Deze ceremonie. Pap, wil je Judy zeggen dat het huwelijk iets moois is in het leven? Oh, trouwens, leuk. Ik hou er alleen niet van dat ik voor het bruidspaar een dure toaster moet kopen. Deze ring symboliseert jullie belofte aan elkaar. Waarom beslist die knakker gewoon dat ze getrouwd zijn? Judy, hij is niet zomaar een knakker, oké? Okay? Hij is een warmhartige man die zijn hele leven aan de samenleving heeft gewijd. Goed, dat was het geld voor die toaster wel waard. Oké, dus voor de helderheid. U beweert dat die priester eigenlijk een agent was van de andere kant? Op geheime missie. Die priester was helemaal geen priester. Hij was niet eens ingewijd. Maar dat is onzin. We kennen hem al ons leven lang. Hij heeft ons notabene getrouwd. Weet je het zeker? Natuurlijk. Ik was erbij. En ik heb het betaald. Wacht. Als hij niet ingewijd is, verklaarde hij jou dus ook niet echt haar echtgenoot en jou niet echt zijn vrouw. Dus dan mag je nu kussen met wie je maar wil.